Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij Battle 2 van de UPAL Free For All Season 124. Zoiets, het zijn al veel seizoenen geweest. Ik probeer mijn titel te verdedigen, maar dat lukt niet, want Paddy heeft de eerste battle zo net gewonnen. Ik moet heel even zijn summary checken. Gigaton Hammer, Player of Swords Dance en Terra Blast. Ik wil die wel meenemen, maar als backupje. Dus ik denk dat ik die ga enteren en als derde Pokémon. Die ga enteren. Let's go! Spannend. Laten we kijken wat deze battle gaat brengen. Het ging net in ieder geval, of net. Ik heb de eerste battles net afgelopen. De vorige battle ging het best wel prima eigenlijk. Tweede, ik ben niet ontevreden zonder enige voorbereiding dus. God, daar hebben we die kutpaal af in weer. Hey, witte Tatsugiri. Tatsugiri is Dragon, toch? Ik weet het niet eens zeker. Tuurlijk withdrew die Palafin. Dat is de hele tactiek achter Palafin. Glamora, oké. Okay. Obscure Pokémon. Is dat. Nice, leuk. Oh, een crit, natuurlijk! Het zal eens niet. Het zal eens niet gecrit worden. Oeh, lekker Sander. Volgens mij is het Sander trouwens, ik weet het niet zeker. Oh nee, volgens mij is Sander aan de overkant. Ik weet het niet. Nee, Sander staat wel aan mijn kant, oké. Okay. Electric terrain, oké. Okay, Glamora is dood, nice. Nice, lekker Sander. Goldsire en Palafin af. Voor Earthquake dan. Ben ik het snelste? Misschien is Palafin sneller dan Excalibur. Waar doet Bulk up? Oh, 3 AP. Wauw! Wat een dubbel team op mij, wat een lullo's!
Nee, ik onthoud het wel. Dat soort dieren moet snel, snel kapot. Kapot. Water, Terrestrialize, Palafin. Als ze nu weer allemaal op mij gaan, dan is het wel duidelijk dat ze... dat ze of bang voor me zijn. Gekeken naar de vorige jaren. Of dat ze het anders zielig vinden voor Sander. Ja, zie je. Wauw. Dus je nagaan hè, dat alles in die eerste beurten, behalve de aanvallen van Sander, dat is trouwens niet waar, dat alles van de overkant alleen maar op mij is geweest. Alleen maar. De enige hits die Tatsugiri heeft gekregen is doordat ik een paar keer Earthquake deed, waardoor hij damage kreeg. Oh, we gaan hem aanvallen. Nou, kom op. Kies een aanval.
leuke battle. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Oh, interessant. Dat is één wateraanval van Palafin en hij is dood. De volgende gimmick die ze moeten maken bij Pokémon moet niet zo lang duren. Want er was bij Dynamax, Mega Evolution, Seamoose en deze onzin allemaal dat het die animaties zo fucking lang duren. Doei! Dat is zonde van je Terrestrialize. Ja, gaat dood op poison.